It was great. This atmosphere has been great all season, and with the extra seats in here tonight, it was great to play in front of these fans right here. De Port of Antwerp Giants hebben de jetlag van de trip naar Rusland niet zo goed verteerd. Ze begonnen vermoeid aan kwart 1 onder impuls van een uitstekende Barry Stewart, liep Limburg United uit naar een 15-4 bonus. Aan de andere kant was het Ryan Pearson die de Antwerp Giants in de running hield. We eindigen kwart 1 met 21-16 voor de thuisploeg. In kwart 2 kan de thuisploeg hun voorsprong behouden, maar lopen niet meteen verder uit op de Antwerp Giants, zodat we gaan rusten met een 41-38. Alles is nog mogelijk in deze spannende topper. In de tweede helft bleven de teams elkaar waardig en spelen haasje over. Het zijn nu voor het eerst dat de Giants even gaan rusten na kwart 3 met een voorsprong. Het staat 65-68. De bezoekers diepen hun voorsprong verder uit, maar vergeten het af te maken. Met 12 gemiste vrije worpen en 19 balverliezen staan de Giants 8 seconden voor tijd nog 89-92 voor. Maar een bom van Barry Stewart brengt de Limburgers terug op gelijke hoogte. Een shot dat nooit had mogen komen. Ja, wat een match. Ja, voor het publiek een heel mooie match. Maar ik denk dat we geen overtime nodig hebben met 3 punten. Moeten we fout maken? We hebben dat ook gevraagd en die wordt niet gemaakt. En dan krijgen die buzzer 3 punten tegen. Ik denk dat we Limburg alle krediet moeten geven voor deze winst, eerst en vooral. We weten dat het een ploeg is die nooit opgeeft en waar je nooit klaar mee bent. Langs de andere kant moet dit voor ons een les zijn. Als wij verder willen groeien in deze competitie, moeten wij zo'n wedstrijd afmaken. We gaan in overtime met andere woorden en daar blijven de teams het spannend maken. Maar het is Limburg United die deze propagandawedstrijd in het basketbal wint met ongeziene cijfers 107-103. Maar doordat ook Alstar onderuit gaan tegen Charleroi, blijven de Antwerp Giants op de tweede plaats staan in het algemeen klassement na het eerste deel van de competitie. Komende week dinsdag moeten de Antwerp Giants opnieuw afzakken naar Limburg United voor de kwartfinale in de Beker van België, waarin ze een voorsprong verdedigen van 18 punten. Ja, waar ging het mis? Ten eerste nemen wij bepaalde verkeerde beslissingen. Ik denk dat het niet de plaats nog de tijd is om hier in detail op in te gaan. En op het laatste moeten wij die fout maken. We staan 3 punten voor, mogen we dat 3-punt-shot niet toelaten? We laten dat wel en zo gaan we in overtime. Ja, yeah, it was a great intense game for us. We were able to push it to overtime. I think they went up 9 and glad we could pull it out. Yeah, what an exciting way to finish the first round. You know, it was a lot of points being scored. I think for the fans this was really great and you know, obviously it came out in our favor, so we're really happy about that. But obviously, with the way it went during the game, we saw that we have to correct some things and keep working. So happy to get the win, but still got to keep working and moving forward. Ja, we gaan nu de wedstrijd analyseren. We gaan naar de beelden kijken en gaan we zien wat dat we moeten doen om die wedstrijd hier te winnen.